This time, something completely different. A video report of the 40th anniversary of the Audio Engineering Society Dutch section. The Audio Engineering Society, AES for short, brings together people that are professionally involved with audio. Engineers, researchers, developers and even audio journalists join locally and globally to exchange developments, ideas and some drinks as well. All over the world, international conventions are organized that offer tutorials, workshops, presentations of technical papers, technical tours to local places of interest and a show where all major audio companies and very interesting small companies present their products. You will find an overview of all activities on AES.org, but there are also local sections with their own local program. The Dutch section is very active, organizing on average one meeting per month with the exception of the holidays and the summer months. You will find more info on their site, aes-section.nl. This site, of course, is in Dutch. On September 29, 2014, the Netherlands section celebrated their 40th anniversary in the fully renovated and upgraded world-renowned Whistlelord Studios at Hilversum, the Netherlands. I made a video report, which is on next. But not before I make a short remark about the average age of the members you will see. Given the theme of the evening, many senior members were present, while the youngsters were less represented. The Dutch section has a strong student section and many young members, but at this meeting the senior members outnumbered the youngsters. Also because the founding members were rewarded here. Enjoy this video, and if you want to know more about the AES, I will put the web address on screen at the end of this video. Onze sectie is. Het doet me heel veel plezier dat ik hier u allemaal welkom mag heten op deze 40-jarige, dit 40-jarige jubileum. Nou ja, ik had u gezegd dat ik het kort zou maken. Ik heb zo meteen nog even een verrassing, maar ik wil ook nog even melden dat om 8 uur hebben wij 2 korte presentaties. Eentje door Alex Balster, die kwalitatief qua natuurlijk wat gaat vertellen over de beginfase van de AES. Hier in Nederland, maar ook een presentatie van een drietal studenten van de Fontes Hogeschool die wat gaan vertellen over de toekomst van audio in de huiskamer, audio domotica. En ik denk dat het heel interessant is om te kijken van waar komen we vandaan en waar gaan we naartoe. En dat is dan gelijk ook een zeg maar een introductie van de nieuwe studentensectie. Ik wil het daarbij laten, maar voordat ik stop en voordat we gaan eten, wil ik graag even het woord geven aan de AES Past Secretary, denk ik, Han Tendelo, die ook nog even wat wil vertellen. De reden dat Tin zo lang in het bestuur gezeten heeft, en het is al 20 jaar, is
niet alleen omdat hij zo enthousiast daarvoor is, maar ook omdat hij een verschrikkelijk handige en brug is naar de omroep. Dat zijn ook andere lieden ooit geweest. Cor was dat van het begin af aan, bijvoorbeeld, was de omroepman in de AES. De award is dus een Board of Governors Award. En de citation, zoals dat in goed Nederlands heet, is in recognition of your significant, wide-ranging and long-term contributions to the AES Netherlands section. Nou, het Tim. Heel hartelijk gefeliciteerd daarmee. Het is zeer, zeer verdiend. Er zijn ongetwijfeld ook anderen die zeker ook ooit eigenlijk in aanmerking daarvoor zouden kunnen komen. Tin is een duidelijke exponent waarvoor het zeker het geval is. Maar in hem worden ook de andere vrijwilligers van de AES-sectie natuurlijk erkend. Nogmaals, heel erg. Heel hartelijk gefeliciteerd. Hi guys, I'm Andres Maggio, or Andres Mayo if you want. I'm the president of the AES and I would like to congratulate you for your 40th anniversary. And that's a big, big job you've done over the past years. So I'm very happy to be contributing with this short video to this great celebration. Please keep doing your job as well as until now and sharing all you know with your colleagues and students. I hope to see you soon, and once again, thank you. Bye bye. Dit ontvingen wij. Oh, iets van een loop kent hij ook. Dit ontvingen wij om 4 minuten. Aan het begin van deze dag, 12:04 vannacht. Ik heb hem gelijk een bedankje gestuurd. Toen kreeg ik de groeten terug uit zonnig Buenos Aires. Dat is toch even iets anders. Het is goed om u allen hier weer te zien en alle gesprekken die we al gehad hebben met de oude bekende gezichten. Het is een speciale bijeenkomst, zo'n 40-jarig jubileum zullen we maar zeggen. Johan Ooms kreeg het verzoek uit de USA om voor de AES-conventie van oktober 1968 in New York een Europees lezingenprogramma samen te stellen. Een aantal Ooms bekende audiofiguren uit Europa werden als uitverkoren vrijwilligers aangewezen om hieraan hun bijdrage te gaan leveren. Zo deed hij dat en zei hij, bel je, oké, en dan moet jij dat ook even doen. Ten einde zeker te zijn van de kwaliteit van het gebodene, mocht elke kandidaat bij Ooms zijn voordracht ter controle en goedkeuring voorleggen. Zo ging dat in die tijd. De voordrachten in New York waren een zeer groot succes en er werd besloten een Europese region van de AES op te richten. Dat is namelijk het begin geweest, niet secties, maar eerst een Europese region. In 1970 was het geboortejaar van de Europese region. Dat dit niet zomaar ging, dat had zo zijn diverse redenen. Er bestonden in de diverse Europese landen al ook lokale audioverenigingen in allerlei vormen. En Engeland was daar het verste in met een Engelse versie van de AES. Er volgden toen gesprekken met Herman Willems uit Brussel, Peter Boerkewits, Tietje Bakker en Cor Doesburg was er ook bij. En nog een aantal andere mensen die ook in de periferie medededen. De volgende stap was de organisatie van de eerste Europese conventie. Dat was een hele stap natuurlijk, want dat hadden we nog nooit meegemaakt. Deze vond plaats in Keulen in 1971 met als conventiechairman, hoe kan het ook anders, Peter Boerkewits. En het is allemaal ooit begonnen met dit apparaat. Dat was heel leuk, je kon er iets mee opnemen, alleen afspelen lukte niet. Toen weer een stuk gebruiksgemaakt erbij, want al die platen tot nu toe waren enkelzijdig. Nou, een dubbelzijdige plaat is veel makkelijker. Ik bedoel, 2 keer zoveel muziek. 1993, de eerste live band via internet. Dat is een
was in Xerox Park in Californië. En daar waren mensen van Xerox waren aan het discussiëren of ze via multicast streaming audio over internet konden doen. En in hetzelfde gebouw was er een band aan het spelen. En het was wel leuk om, als demo wouden ze het laten zien. Ze wouden het management overtuigen dat ze het wel konden. Dus hebben ze die avond gewoon live die band kunnen streamen. En in 1998 hadden we al de eerste internetradio. Dus iets waar geen computer aan te pas kwam, maar gewoon een apparaat, netwerkkabel en je kon radio luisteren. En in 2014 kwam YouTube. Het is echt net 2 weken oud met Music Key. Nou, wat is eigenlijk een constatering? De doorsnee student onder de 30 jaar heeft gewoon geen cd-speler meer in huis. Het klassiek beeld van een stereotoren gaat verdwijnen. En waar gaan we dan wel naartoe? Nou, de woonkamer van nu, wat nu heel erg in opmars is aan het komen, dat is dat je geluid door middel van je telefoon kan sturen in verschillende ruimtes. Dit wordt ook wel multi-room systeem genoemd. Het kwaliteitsverschil, dit is een plaatje dat is gemaakt toevallig door Opus. Het is gemeten met het PEAK systeem. Dat is het Perceptual Evaluation Algorithm Quality. Er wordt gekeken hoe dicht het gecomprimeerde geluid bij het originele geluid. Zoals je ziet is Opus dus een van de betere op lage bitrates en dus ook hoger. Hoe hoger, hoe dichter dat het verschil bij elkaar zit. En zoals je ziet is MP3 al een stukje achterhaald. Het klinkt ook heel logisch, want het is al 20 jaar oud. Of bijna 20 jaar moet ik zeggen. En daardoor hebben andere partijen de inhaalslag kunnen maken. Als we naar het volgende plaatje kijken, dan zie je eigenlijk dat ten opzichte van vroeger het fysiek materiaal dat aan audio werd uitbesteed veel minder is dan nu. Of veel meer is dan nu. En dat de downloads eigenlijk, dus dat je een album bestelt via iTunes of zo, veel meer een opmars is dan vroeger. Ook wel logisch, want technologie gaat ook vooruit. Maar waar gaat eigenlijk, de mens is eigenlijk dus niet minder muziek gaan luisteren. Dus waar gaat die download van die muziek, waar luisteren ze eigenlijk nu naar? Ja, dus naar muziekstreamingdiensten. Ja, dit is eigenlijk een voorbeeld van een verdienmodel. 30% wordt dus door Spotify als een tussenpersoon behouden en 70% van het verdiende geld gaat dus naar de rechtenhouders, de platenmaatschappij in dit geval. En van die platenmaatschappij gaat het uiteindelijk dus ook naar een bepaalde artiest. De artiest is eigenlijk afhankelijk van hoe populair die is, krijgt hij dus van de platenmaatschappij een som met geld en dan krijgt dus de artiest ook uiteindelijk zijn eigen geld. Dankjewel Bjorn, Tom en Maurice. Dames en heren, dat was het voor vanavond. We zijn door ons programma heen. Ik vond het persoonlijk en ik weet ook zeker de leden van ons bestuur. Heel fijn dat jullie hier waren en dat we nog even wat dingen konden napraten over vroeger en over straks. Voordat ik het hier afsluit en om te onderstrepen wat Alex al zei, hoe centraal de rol van Bert hier is. Want nu plotseling is alles er. Als Bert er is, dan is alles er. Ik wil graag aan de drie mensen van het oorspronkelijke comité die hier zijn, graag een flesje wijn overhandigen. Bakker. Het is een kleinigheidje, maar het illustreert onze waardering nogmaals, alsjeblieft. Ik heb een geweldige avond gehad, ik hoop u ook.
Er is nog tijd voor een kopje koffie, een glaasje wijn of een biertje. Kijk maar we gaan nog even napraten. Hartelijk dank voor uw komst en ik hoop u gauw nog een keer te zien op een AIS NL Section bijeenkomst. Dank u wel.